Het Chileense theatergezelschap La Patogeina bracht afgelopen vrijdag het verhaal over de uitbuiting van mijnwerkers in het Chili van begin 20e eeuw. This play is based on a very tragic event. It's based on a massacre of the workers and their families from the saltpeter mines in the deserts of the north of Chile. And it's an important event because it changed the way labor laws from that point on were thought about, and it also gave spirit to the whole labor force in the country and in the rest of Latin America. It was a very, you know, important moment in history. La Patogeina is een groep met een boodschap. Hun stukken gaan over historische gebeurtenissen, gezien vanuit het oogpunt van de arbeider. And if there's anything we like to convey to people, it's that, you know, things only work collectively, you know. And we are collective, and we work as a collective, and that's our spirit. If there's anything we try to convey, it's that. Heel mooi. Ik vond het een meme. Spel geweldig, moet ik zeggen. Ja. Ik kan misschien niet altijd het verhaal helemaal volgen, maar ik vond de uitdrukking en de beweging zoals ze het uitgevoerd hebben heel erg mooi. Ja. Het was zeer gevarieerd. Elke paar minuten dan was er weer iets onverwachts. Ja. Op zaterdagavond verraste het Noord-Nederlands Orkest een bomvolle grote tent met een mix van klassieke stukken en popmuziek. Naast werk van onder andere Shostakovich en Philip Glass waren er gastoptredens van Daniel Bernard Romain en Robin Berlijn. Zo'n buitenkant als popmuzikant, dat je in zo'n situatie bent dat er gewoon, 70 man spelen wat jij bedacht. Dat is zo'n gigantische luxe situatie. Alsof ik de loterij heb gewonnen, dat het überhaupt daarvan is gekomen dat dat kan. Elektrische gitarist erbij, dat was wel even leuk. Het tweede stuk met een gitarist, ik denk dat de hele zaal dat het mooiste vond. Heel anders als een normaal klassiek concert, ik vond het heel mooi. It's made from circus, and what we train mostly is circus, but then we apply techniques from dance, from contemporary art, from improvisation, jazz, from many places to circus. And so what comes is something quite new. Ik vond het prachtig, heel indrukwekkend was het. Het is niet zo heel erg spectaculair, vind ik zelf, zeg maar. Maar op zich, dat ze het een uur lang volhouden, echt respect. Noorderzon mag blij zijn dat ze uitgekozen hebben. Hele goede keus voor Noorderzon. Noorderzon, ga zo verder.